We hebben een kringloopbedrijf, samelen herbruikbare goederen in voor de gemeente Almelo of in de gemeente Almelo. En bij de beurs aan de Friedrich van Eerdestraat zijn we begonnen en hebben gezien dat we eigenlijk op termijn toch wel naar een iets grotere locatie moesten. Zijn beginnen te kijken in Almelo waar of het zou kunnen. En deze locatie leek ons heel erg geschikt en daarom hebben we besloten om deze winkel te starten als Kringloop XL. En de Friedrich van Eerdestraat, dat blijft ook gewoon bestaan? De Friedrich van Eerdestraat blijft zeker bestaan, eigenlijk zo lang als wij niet per se uit het pand hoeven, omdat de gemeente of de eigenaar er ofwel woningen of iets anders zou willen gaan doen, zullen wij aan de Friedrich van Eerdestraat kunnen blijven. Hoe komen jullie aan de spullen, zeg maar? Wij hopen eigenlijk dat met ons advertentiebeleid dat de klanten zien dat ze bij ons spullen kunnen brengen. En dat ze ook zien en horen dat wij herbruikbare goederen op kunnen halen. En op die manier komen wij eigenlijk op aanbod van de klant aan onze goederen. Wij doen ook ontruimingen. Dat is even een tikkeltje anders dan wanneer we goederen ophalen bij huis. De spullen die je ophalen bij huis moeten natuurlijk sowieso herbruikbaar zijn. Anders nemen ze niet mee, maar als we echt een ontruiming hebben, dat doen we dan op offerte, dan nemen we ook de niet herbruikbare spullen mee. Soms is het dan zo dat we zelfs een container bij een huis plaatsen, wanneer wij ook de vloerbedekking er bijvoorbeeld uithalen, die we dan uiteraard moeten weggooien. Je hebt net een schilderij laten taxeren en viel dat mee? Of nou, viel wel mee. Ik was hierheen gegaan om te kijken van wat die waard was. Mijn schoonvader zei €150, ik zeg 100. Dus dat was een beetje een discussie. Dus ik denk, ik ga hier eens in om eens kijken wat de taxateur ervan zegt. €150 was toch wel een reële waarde. Dus.